Hoe werkt het Multimedia Navi Pro 10-inch scherm in de nieuwe Opel Corsa? Bekijk het in deze video. Hallo, mijn naam is Hendrik Liewes en ik ben werkzaam in ons familiebedrijf Opel Dealer Liewes en Roden. Op dit YouTube kanaal verschijnt wekelijks een nieuwe video met uitleg over een Opel model of een Opel systeem zoals deze. Nou, ben je voor het eerst hier, bekijk voor het eerst ons kanaal en onze video's. Van harte welkom en we hopen dat we je uiteraard kunnen helpen. Maar vergeet ook niet om abonnee te worden, dit kost helemaal niks en je krijgt dan als eerste bericht als wij een nieuwe video hebben geplaatst. Nou, de nieuwe Opel Corsa is natuurlijk leverbaar met verschillende uitvoeringen. Dan praat je over de Edition, over de Elegance en over de GS-lijn. Nou, we hebben hier ook al meer video's van gemaakt. Ik zal hem boven uiteraard ook eventjes nog even linken, zodat je in alle rust kunt bekijken. Maar in deze video gaan we dus uitleg geven over het Multimedia Navi Pro systeem en dan het 10-inch scherm. En hoe dat eruit ziet en wat je er allemaal mee kan, laat ik je nu zien. Nou, dit is hem dan, het Multimedia Navi Pro 10-inch navigatiesysteem van de nieuwe Opel Corsa. Nou, het is natuurlijk een prachtig mooi beeldscherm wat het heeft. Het mooie van dit systeem is dat hieronder een heel mooie sneltoetsen ook zitten. En aan de zijkant heb je nog extra informatie over onder andere het kachelsysteem. Nou, als we dan de eerste pagina kijken, dan zien we dus hier linksboven ook de buitentemperatuur staan. En rechtsboven staat ook de tijd. En ook een tandwieltje en daarmee kun je ook alle instellingen, waaronder andere de tijd en datum, ook aanpassen. Nou, de eerste knop is de knop audio en dan zien we ook in dit systeem. In dit geval staat hij nou op de radiosender. En de radiosender kun je dus via de DAB-functie krijgen, wat standaard heeft, dus DAB, AM of FM. Nou, hoe stel je dan een zender bijvoorbeeld in? Ga heel makkelijk naar lijst toe. Dan heb je namelijk alle zenders heb je hier namelijk ook staan. Je zoekt je favoriete zender zoek je op. In dit geval pak ik even radio 1 als voorbeeld. En die wil ik onder 6 in dit geval hebben. Hou die ingedrukt. Hoor ik een piepje en dan staat die vast. Zo kun je heel makkelijk je eigen zenders ook vastleggen. Nou, je kunt dus natuurlijk via lijst of met geheugen, maar je kan ook op de frequentie kijken. En dat je in principe gewoon die hele lijn belangs gaat om je favoriete radiozender ook op te zoeken. Nou, en via de knop opties, daar kun je ook allemaal nog andere dingen regelen. Bijvoorbeeld de zenderlijst kun je hiermee bijwerken. Muziekbestanden, radio-instellingen, audio-instellingen. Of je kan uiteraard nog foto's toevoegen. Nou, de volgende functie is de navigatie. Hij is de standaard voorzien van een navigatiesysteem. Er zijn er twee en de eerste laat ik je nu zien. En dat is eigenlijk het geïntegreerde navigatiesysteem. Nou, het scherm is 10 inch. Alleen de grootte van dit scherm, dat is 8 inch. En dat is vergelijkbaar ook met het andere systeem die op de Corsa dan ook leverbaar is. He, dus het is niet zo dat het 10 inch scherm ook volledig benut wordt. Je ziet het grootte van het navigatiesysteem, zie je ook in die 8 inch. Maar aan de zijkant heeft hij inderdaad hier ook nog een aantal touchscreen knoppen. En hier zien we dus het navigatiesysteem. Navigatiesysteem, daar is ook met updates mogelijk. We hebben ook een video van gemaakt hoe je dit ook zelf kunt doen. Die video is gebaseerd op de Crossland op de Grandland, maar voor de Corsa is het uiteraard ook mogelijk. Ik zal hem hierboven uiteraard ook even toe linken, zodat je hem ook inderdaad ook in alle rust kunt bekijken. Heb je er vragen over, dan helpen we uiteraard graag. En hier zien we dan dus het scherm. Dat kun je uiteraard nog instellen via deze knop op een andere weergave. Maar wil je een bestemming invoeren, druk hier op zoeken. En als je op zoeken drukt, dan kun je hier uiteraard je adres invoeren. Nou, in dit geval doen we inderdaad even hier in de plaatsnaam Roden. En dan heeft hij hem hier gevonden. En dan kan ik hier inderdaad ook nog een straat invoeren. Nou, ik pak inderdaad eventjes in het centrum, hè, dus dat is hier in de Brink. En dan kan ik het inderdaad hier ook zo aanvinken en vergeet dan niet om hier ook het groene vinkje aan te vinken. En dan gaat hij inderdaad zoeken. Hij geeft inderdaad eerst de melding aan dat je uiteraard aan de verkeersregels moet houden. En daarna gaat hij dus de bestemmingen inladen. En hier zie je inderdaad de bestemming. Nou, we zijn natuurlijk vlakbij. Hier zie je wat de afstand is, hè, van start naar finish. In dit geval is het 1,1 kilometer. En hier rechtsboven zie ik ook nog de aankomsttijd en ook de afstand. Nou, wil ik de route er weer uithalen en druk ik hier op menu. En dan zie ik hieronder staan, navigatie stoppen. En dan is de route weer uit. Nou, zo kun je bij zoeken, kun je ook zeggen van, nou, ik wil bijvoorbeeld geen adres, maar een point of interest, dus bijvoorbeeld een plaats of een nuttige bestemming, noem maar op, kun je op die manier ook invoeren. En als je een huisnummer wil invoeren, dan kun je hier op het nulletje en dan zo het huisnummer invoeren. Nou, het is een super makkelijk en eenvoudig navigatiesysteem. En het mooie ervan is dat er ook updates bij zitten. En dat kun je inderdaad ook via de Opel Connect Store regelen. Waarbij je dus altijd op de hoogte bent van het juiste en up-to-date navigatiesysteem. Nou, de volgende stap is voor de telefoon. Dan klikken we op dit functie. En hier kun je uiteraard je telefoon mee koppelen. Hier hebben we ook nog een video van gemaakt hoe je dit kan doen. Onder andere op dit systeem.
maar ook op andere systemen vanuit Opel. Ik zal hem hierboven uiteraard ook even linken. Het makkelijkste is dus dat je eigenlijk op deze pagina komt, dat je hier op telefoon koppelen gaat drukken. Nou, hier heb je een aantal telefoons die wij hier al in dit systeem staan, maar je kan dus op zoeken drukken en dan kan hij je telefoon gaan zoeken. Maar het makkelijkste is om dit te doen is dat je op deze pagina staat en dan eigenlijk met je telefoon via de instellingen zoekt naar het systeem. En dan zie je dat de koppeling heel makkelijk gaat. Vergeet ook niet om ook het adressenbestand, de contact inderdaad van je telefoon en de oproephistorie, om die ook aan te vinken zodat alle gegevens ook goed worden overgenomen. Nou, de middelste knop is ook de grote knop. Daar kan ik hiermee kan ik nog harder en zachter doen, ook inderdaad van het audiosysteem. Of ik kan hem hier nog op mute zetten als ik deze knop indruk, ja, dat het geluid stil is. Dan één knop verder zien we hier de knop met E. En in dit geval zit ik in de Corsa E, dus de elektrische variant. En daar zie ik dus informatie over het laden van de auto. Bij de Corsa met een verbrandingsmotor zit deze knop er uiteraard niet. En die knop die is dan vervangen door een knop waar je eigenlijk profielen kunt instellen. Of bijvoorbeeld het beeldscherm uit kunt doen. Nou, als we één verder gaan, dan zien we hier de functies tot Apple CarPlay en Android Auto. Nou, voor beide functies hebben we ook een video gemaakt, zoals hierboven uit er ook even linken. We hebben een video gemaakt over de Apple CarPlay, het is wat daaraan vernieuwd is en hoe dit allemaal werkt. En we hebben daarnaast ook een video gemaakt over de Android Auto, hoe je dit op je telefoon kunt zetten. Bij de nieuwste telefoons van Samsung, dan zit Android Auto er al standaard op. En hoef je dus net zoals eigenlijk bij de iPhone, het alleen maar aan te sluiten en te bevestigen en dan werkt alles. Het voordeel van dit systeem is dat je ook inderdaad altijd een up-to-date navigatiesysteem bij je hebt. En dat ook andere functies van je telefoon over worden genomen in het scherm. En dan moet je bijvoorbeeld denken aan WhatsApp. En dan zou je niet de berichten kunnen lezen. Maar uiteraard kan je de berichten uiteraard wel voor laten lezen. En ook inspreken en terugsturen. En dat is natuurlijk super handig. En daarnaast zijn ook voordelen om uiteraard je muziek, bijvoorbeeld neem een Spotify of Apple Music, makkelijk over te zetten. En ook je favoriete muziek te luisteren via deze kant. En de laatste knop die we hier hebben is eigenlijk de knop die ook wel de instelling ook wel aangeeft of sommige punten van de auto. Hier kan ik bijvoorbeeld de bandenspanning of een check uitvoeren van de auto. Maar die kan ik nog bij instelling van de auto kan ik hier ook nog een aantal dingen veranderen. En dan moet je bedenken voor aan de verlichting of het comfort, hè, dus bijvoorbeeld via de afstandsbediening van de auto of in dan de beveiliging. Zo kan ik hier, en dat verschilt een beetje per auto, want bij de ene zijn die opties wel bijbesteld en bij de andere niet. Maar kan ik hier dus functies van de auto ook aan of uitzetten. Nou, je ziet het is een prachtig, mooi en handig systeem hoe het werkt. Ik gaf als laatste nog één hele handige tip. Wanneer je bijvoorbeeld naar andere punten wilde, kun je natuurlijk hieronder kun je dat intypen. Maar je kan ook met drie vingers op het scherm tikken. En dan zie je inderdaad een heel mooi overzicht waar je heel snel naar radio, navigatie, airco, bijvoorbeeld naar het kachelsysteem kun je er ook naartoe. En met drie vingers. En je kan ook heel makkelijk weer naar de andere functies toe. Dus dat is als laatste ook een tip die ik mee wil geven aan de bediening van dit mooie Multimedia Navi Pro 10 in scherm. Nou, ik hoop hiermee een leuke en duidelijke uitleg te geven over het Multimedia Navi Pro 10 in scherm van de nieuwe Opel Corsa. Nou, we hebben meer video's gemaakt van de Opel Corsa en leuke afspeellijsten zodat je allemaal dingen kunt zien. Waaronder ook een video bijvoorbeeld van het standaard radiosysteem, het 5 in scherm. Die kun je uiteraard hierboven ook bekijken en zal ik hem ook even toelichten. En je bent natuurlijk ook van harte welkom om bij ons langs te komen in Rodem, waar we natuurlijk de Opel Corsa hebben staan in verschillende uitvoeringen. We kunnen uiteraard je vragen beantwoorden en natuurlijk is een proefje ook mogelijk. Maar heb je online een vraag, stel deze ook heel gemakkelijk via dit kanaal of via onze website www.liewesrodem.nl, want we helpen je uiteraard graag. Nou, mijn naam is Hendrik Liewes. Ik wil je super bedanken voor het kijken van deze video. Volgende week verschijnt er weer een nieuwe video. Vergeet niet om abonnee te drukken, dat kan heel makkelijk via de knop die nu in het scherm komt, zodat je elke week als eerste bericht krijgt als wij een nieuwe video hebben geplaatst. Maar voor de rest wens ik je nog een hele fijne dag toe en graag tot de volgende keer. Tot ziens!